wie Schiedam hoort, denkt aan het edele vocht waaraan het zijn wereldnaam dankt. Is het op? Nee, er is meer. Schiedam is een moderne stad. Een stad met grote bedrijven. En een stad waar oude ambachten nog heden ten dagen in ere worden gehouden. Een stad met mooie romantische plekjes, oude hoekjes en met de Maas. Wilt u er meer van weten? Dan gaan we erheen. Maar niet met deze trein. Wij gaan in gedachten 7 eeuwen terug, toen het tempo nog wat trager was. Bij de monding van de Schie stond toen een kasteel. Zijn ruïnes getuigen daar nog van. De plaats waar nu Schiedam staat, zag er toen ongeveer zo uit. Er was slechts een bocht in de Maas die bij vloed grotendeels onderliep. Het kasteel, het Huis te Rivieren, stond op een reeds ingedijkt stuk land. De geschiedenis van zijn ontstaan verliest zich in het grijs verleden. Maar omstreeks 1250 kwam gravin Aleida er wonen. De petemoei van Floris de Vijfde, die we ons allemaal nog wel van de schoolbanken herinneren. Zij gaf opdracht een dam te bouwen, waardoor het land voor gebruik vrij kwam. En dit werd voortaan de loop van de Schie. Deze gravin Aleida stichtte in 1260 een kerkje en een gasthuis. Het stadje breidde zich uit en kreeg 15 jaar later zelf bestuur. En in de 14e eeuw ontstond zo een complete stad met havens, wallen, grachten en poorten. In die tijd voerden schepen uit Schiedam al tot ver in de Oostzee. De stad bloeide, lag gunstig op de weg van noord naar zuid en Rotterdam telde nog niet mee. De haringvisserij bracht veel geld in en 400 jaar geleden ontstonden reeds allerlei industrieën. En natuurlijk in de eerste plaats bedrijven die daarmee in verband stonden als smeden, maken van vaten enzovoorts. De Schiedammers vormden een arbeidzaam volk. En oude kronieken getuigen nog dat zij zo naastig waren als de mieren. Er is een tijd geweest dat windmolens elkaar verdrongen op de Schiedamse vestingwallen. Enkele daarvan zijn er nog. Hebt u zo'n oude molen wel eens goed bekeken? Daarin schuilt naast romantiek een stuk werktuigkunde onze voorouders dat verbluffend is. Die molens spraken eens een eigen taal. Want wanneer het werk gedaan was, werden de voorste wieken verticaal geplaatst. De molen stond dan voor de borst, wachtend op de volgende werkdag. Dan draait de molenaar met behulp van het wiel op de ommegang de wieken loodrecht op de windrichting. En als een zeeman in het want klimt hij om de zeilen te spannen in de wieken. Dan wordt de vang losgetrokken, die als remblok de molenas vasthoudt, en statig beginnen de wieken weer hun eindeloze ommegang. Op de molenas, waaraan de wieken zijn bevestigd, is het bovenwiel met wiggen vastgeklemd. De houten tanden en pennen van deze wielen zijn uitneembaar, zodat zij, wanneer ze versleten zijn, vernieuwd kunnen worden. De molenaar leeft van de wind. Het is de wind die zijn zakken graan opheist. En de wind zorgt voor de kracht die de verticale assen in beweging brengt met de molenstenen, de zogenaamde leggers of lopers. Zo draaien de Schiedamse molenwieken, zo werpen zij reeds eeuwenlang hun schaduw over de oude stad. Centrum van Oud-Schiedam was de grote markt met het stadhuis, een fraai en beknopt gebouw. En met de grote kerk, fors en sober. Dit was de eerste rustplaats van de schutspatronesse van Schiedam, Sint Liduina. Veel eigenaardige oude gevels en muurversieringen,
uit de dagen onze voorouders, veelal typerend voor deze stad, bekoren nog ons oog. En heel veel mooie hoekjes zijn nog thans in het oude centrum te ontdekken. In Oud-Schiedam vinden we, evenals in enkele andere oude gemeenten van ons land, een zakkendragershuisje, het Gildehuis van de Zakkendragers. Wanneer er een schip gelost moest worden, dan klepte de klok en de gildebroeders repten zich naar het Gildehuis. Zolang de zandloper liep, hadden ze daar tijd voor en dan besliste het lot wie van de aanwezigen het werk zouden krijgen. Zo ging het in vroeger dagen. En hoe gaat het nu, in onze tijd? Werkelijk, het gaat in onze tijd nog net zo als honderden jaren geleden. Maar ook andere oude ambachten hebben zich weten te handhaven. Denkt u maar eens aan de oude branderijen die de naam Schiedam zo bekend hebben gemaakt. Eens waren het er 400. En dat op een aantal inwoners dat toen 24.000 bedroeg. Dus op elke 60 inwoners kwam één branderij voor. Nu zijn ze gemoderniseerd, er zijn er minder, maar hun capaciteit is groter. Ze hebben grote, moderne reservoirs. De grootste reservoirs die wij kennen zijn wel die voor olie en benzine. 15 miljoen liter is een normale maat. En één zo'n tank vol water zou u 4000 jaar lang uw wekelijkse bad kunnen leveren. Ze worden in Schiedam gemaakt. In hetzelfde bedrijf maakt men zogenaamde grondtanks. Dat zijn de tanks die onder de benzinepompen in de grond worden gegraven. En men maakt er gascilinders. Dat zijn maar kleine reservoirs. Maar ook daar gaat veel in wanneer men er het gas maar onder hoge druk inperst. Dat gebeurt door middel van compressoren. Ook die worden in Schiedam gemaakt. Deze cilinders noemt men zuurstofflessen. Tenminste, waarin er zuurstof in zit. Maar in Schiedam staat ook een fabriek van gewone flessen. En wel de grootste van ons land. De flessen worden machinaal geblazen door machines die als mensen denken. Deze handen grijpen nooit mis. Maar voor speciaal werk hebben we nog het oude handwerk, of mondwerk, of hoe u het noemen wilt. En voor de afvoer van al die producten, hijskranen. Hijskranen zonder welke wij ons geen fabriek en geen haven meer kunnen denken. Hijskranen in alle soorten en afmetingen. Ze worden in Schiedam gemaakt. Hijskranen die een gewicht van 150 ton kunnen ophijsen. Dat is meer dan de grootste locomotief in ons land wegen. Inderdaad, Schiedam leeft en werkt. Haar ligging aan de Maas maakt haar gebied zeer geschikt voor het vestigen van scheepsbouwbedrijven. Er zijn er drie. Eén in het oosten. En één aan de ingang van de Wilhelmina Zeehaven. En één in het westen met een eigen haven. Daar gaat een schip te water. Waar zag men schoner voorbeeld van wat de moderne mens door samenwerking kan bereiken? Scheepvaart, Hollands glorie. Zeevaart, Hollands traditie. Scheepsbouw, een der voornaamste industrieën van Schiedam. Zo vinden er duizenden mensen arbeid en brood. En zij moeten wonen. Zij moeten prettig wonen, eten, rusten en zich ontspannen. Thank you.
Amsterdam is een stad aan het water. Van oorsprong was het een vissersdorpje waarvoor de grond op het water werd veroverd. Zo is het ook thans nog onverbrekelijk aan de Maas verbonden. Een vitaal en levend organisme aan een oude, nieuwe waterweg.